Ja, Den Haag is heel trots. We hebben de eerste gele trui buiten Frankrijk ooit. Die reiken we uit op Kijkduinen, een van onze badplaatsen. Ja, het is gewoon heel mooi dat we als Den Haag de Tour de France voor vrouwen echt in onze gemeente hebben, in onze stad hebben. Echt iets wat we aan onze mensen willen geven. Ja, we hebben echt een behoorlijk lange route door onze stad uiteindelijk kunnen realiseren. Waarin we de wijken aandoen die we heel graag de Tour ook willen geven. Den Haag Zuidwest, dan een ronde door het Zuiderpark. En dan vervolgens komt hij over de Lozerlaan naar Kijkduin. Dat is echt ruim 3 kilometer vlak richting de finish. Ook omdat we natuurlijk wel verwachten dat dit een massasprint gaat worden. En dan vlak voor het strand is de finish gelegd. Ja, het is heel mooi dat het natuurlijk midden in de zomervakantie is. Heel veel kinderen in Den Haag die zijn niet gewend om elk jaar op vakantie te gaan. Dus ik vind het belangrijk om juist voor die kinderen echt iets te bieden. En voor die gezinnen iets te bieden. Wat bijzonder is, wat hun hele leven bij zal blijven. Met name in het Zuiderpark zullen we dat realiseren. Dat wordt echt een evenemententerrein waar allerlei activiteiten te doen zijn. Waar je zelf ook even over het parcours kunt, et cetera. Dat is natuurlijk niet de openbare weg, dus dat is een mooi voordeel daarvan. Maar langs de hele route, ook over de openbare weg, is heel veel beleving, is aankleding. En de tour zelf natuurlijk zal heel veel beleving geven. Op Kijkduin zal het feest uiteindelijk de hele dag natuurlijk doorgaan. Kijkduin is vernieuwd. En dit is ook het moment waarop we het nieuwe Kijkduin echt gaan openen. Nou, supermooi om dat met een mondiaal evenement te kunnen doen.